De snelste tijd ooit gelopen in Amsterdam komt op naam van Lawrence Cherono. Want hij draait hier het laatste stukje van Amstelveense weg af. Dan zal hij een ovationeel applaus krijgen in de laatste 150 meter. En hij loopt naar een eindtijd. Lawrence Cherono 2:04:05. Goeiedag zeg! Wat een tijd! Dik een minuut sneller dan vorig jaar. Lawrence Cherono, congratulations. Successive victory here in Amsterdam. What does this victory mean to you? I humble myself because I won this race. It is a great achievement to me. I must congratulate myself and thank God for the help and the talent, the gift of talent that he has given me. Now I'm happy by winning this race. Yes. In a new track record again, you broke the track record last year. You did it again. This is because this time weather was good. The wind was a bit slow, so we had to run faster than last year. Final question: will we see you next year again here in Amsterdam? I will be happy to come back again. Congratulations. Thank you.